De inspecteur-generaal. Als Jeremy zenuwachtig is, ik ook zenuwachtig. Misschien helpt een muziekje wel. Waarom zou hij zo nerveus zijn? Waar wacht hij op? Hij heeft misschien wormen. Katten hebben dat soms, weet je. Als je het echt wilt weten, dan kan elk moment een nieuwe gevangene komen voor deze detentieoase uit Burber Sea. Een nieuw vriendje! Denk je dat het weer een schobbejak is? Of een bolbak! Met een beetje pech is het weer een nieuwe bombo. Nu je net zegt, waar is Bombo toch? Zeg, Bombo eet schoen. Heel goed. Goed? Schoen eten goed? Maakt niet uit. Die oude schoenen zijn niet belangrijk meer, want nu heb ik teleskates. Schoenen eten niet leuk als niet belangrijk. Ik zielig. Nou, die zitten krap, zeg. Jeremy had best even mijn baat mogen checken voordat hij me die dingen gaf. Als je deze opeet, dan lever ik je uit aan Jeremy. Is niet leuk meer. Waar is ik nou snel heen gegaan? Waar komt u vandaan, meester Zik? Ik wist het. Mijn ogen gaan achteruit. Er zijn gewoon geen goede monsteropticiën. Iets nieuws op domgebied misschien? Studeer je soms goocheltrucjes? Mijn ogen, het zijn mijn ogen. Zie je, ik zei toch dat ze achteruit gingen? Sorry, pap. En waar ben jij mee bezig? Nou, ik kwam bovenop een cactus terecht. Nee, ik bedoel, waarom draag jij die teleskates die je voor je achtste monster hebt gekregen? Hoe kan ik ze anders leren gebruiken? De teleskates zijn een goed hulpmiddel om jezelf over korte afstanden te transporteren. Dit geschenk is geen speelgoed, dus doe ze uit! Jeremy! Nu wil je ze zeker terug. En die groene edelsteen, die ook? Ze blijven van jou. Maar ik neem ze voorlopig in bewaring. En wat die groene steen betreft, zul je zelf moeten ontdekken wat zijn kracht is. Die maximum mentor is een maximale drillsergeant. En de maximale gemeenig. Ik mis Fabio. Ik ook, Bu. Ik zou hem heel graag weer eens willen zien. Als ik had toverschoenen, ik zou opzoeken Fabian. Hey, Bombo, dat is briljant. Echt waar? Ja, ik kan met de teleskates naar Burber Sea gaan om Fabian op te zoeken. Maar ik heb jouw hulp nodig om de teleskates terug te krijgen. Dus als je dat zorgt dat je... En dan... Ha! Het is oké. Ik ben alleen hier. Laat ze maar gewoon met rust. Dat doen ze je niks. Oh,
Gelukkig ben ik dit keer voorbereid. Ik zei toch afblijven. Leg nou terug, want anders ontsnapt er straks eentje. Sik, hoe werken schoenen? Ze werken op dop-energie. Dus alleen de tabber kan ze aan. Het enige wat ik hoef te doen is me concentreren op mijn bestemming. Bombo wil ook verdwijnen! Kom op, concentreren nou! Hou op, stop nou dat kietel! Hé, hey, wat doe je daar, jongen? Waar is die naartoe? Hey. Misschien heb ik nou toch door hoe die skates werken. Hier is het paleis van de mentors. Er is maar één manier. Dus zo ziet Bedors eruit als ze geen kat zijn. Wat doet die jongen hier? Het is hier verboden toegang, behalve voor mentors. Pak hem! Kom op, nou zie ik concentreren, jongen. Verdwijn nou, verdorie! Pak die jongen! Wat is dit allemaal? Dit is een schande! Dit is ongehoord! Zink, blijf kalm. Ik ken die stem. Fabian? Mm-hmm. Oh, Fabian, je bent het. Wat goed je te zien. Dus zo zie je er in het echt uit. Je vond het vast niet leuk om een kat te moeten zijn. Een kat zijn was niet zo erg. Die haarballen, die waren vies. Wie zijn die lui? Zink, dit zijn Maximum Mentors. Deputy, Carnaby en Bartleby. Fabian, deze jonge temmer overtreedt hier de regels. Heb jij daar iets mee te maken? Nee, ik ben hier helemaal uit mezelf gekomen. Ga jij maar snel naar huis, jongen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor je eigen mentor. Tot ziens, Fabian. We zien elkaar vast snel weer, toch? Vertel op, wat heb je gedaan? Niks, wat bedoel je? Ik voel dat er iets gebeurd is. Nou, dan zijn je zintuigen kapot volgens mij, want dat klopt niet. Hou op zeg, ik word er bang van. Ik hou je in de gaten, als je dat maar weet. Ik ga wel.
Dat is mijn nieuwe gevangene. Kom maar binnen. Oh, ben jij het? Waar is Ziek? Ik maak me zorgen. Hij is in de keuken. Konijnogram voor Jeremy. Konijnogram voor Jeremy. Konijnogram voor Jeremy. Kijk, dat doet hij al een tijdje. Wat zou er aan de hand zijn? Nou, in de monsterwereld kan het bij uitzondering voorkomen, en alleen in noodgevallen, dat dieren worden gebruikt om te communiceren. Huh? Bedoel je dat een of ander monster gebruik maakt van mijn lieve pluisje als telefoon? Zet dat konijn neer en er overkomt je niks. Jeremy, ik ben het, deputy. Ja, weet ik. Wat je niet weet, is dat je jonge temmer Zik bij ons in het paleis langskwam vandaag. Is dat serieus? Hij klinkt wel zo. Shh. Oh. Dat is een ernstige overtreding. En daarom bevelen wij een algemene inspectie van je detentieoase. Dat is toch zeker niet nodig? Blijkbaar heb jij net als Fabian problemen met de controle over het huis. Ze veroorzaken te veel problemen. Oh, en nog iets. Wat dan? De komst van je gevangene is voorlopig uitgesteld. Nee, dat mag niet. Ik eis dat jullie de nieuwe gevangene brengen. En wel onmiddellijk. Ik zal bewijzen dat dit de allerbeste detentieoase is, want ik ben de allerbeste mentor die een oase mag gaan hebben. Goed dan, Jeremy. Binnenkort sturen we het nieuwe monster. Zik, in de korte tijd dat ik hier ben, heb jij de regels zo ver opgerekt dat ze gebroken zijn. En hoewel ik niet sta te juichen vanwege zo'n inspectie door mijn collega's, kan ik daar tegen. Waar ik niet tegen kan, is jouw totale gebrek aan respect voor mij als mentor. Jij gaat nu naar jouw kamer en al het huiswerk dat jij hebt, maak jij dubbel! Maar ik wilde alleen een vriend opzoeken. Je bedoelde het wel goed, Zik, maar misschien heb je er niet goed over nagedacht. Doe nou maar wat Jeremy zegt. Voel je je niet lekker, Zik? Nee, ik schaam op dat ik Jeremy zoveel last heb bezorgd. En voor alle anderen, jullie kunnen je maar beter goed gedragen voor het bezoek. Ik ben al streng, maar ik haal het nog niet bij Deputy Def. Pombo wil niet regels. Ik wil geen ergerdere regels. Nou, dan zou ik me maar eens keurig gaan gedragen als ik jou was en nu onmiddellijk het huis op gaan ruimen. Wat is dat voor een geluid? Waar komt dat water vandaan? Er zit hier een monster dat denkt dat hij grappig is. Oh, maar ik ben ook heel erg grappig. Ik heet Oa. Hij is nu van jullie. Veel succes. Huh? Elena, zoek eens op de naam Oa. Dit wordt echt mijn grappigste grap ooit. Ik roep de zwarte fantoom op. Er zitten monsters, jongens. Maar niet doorvertellen, hoor. Hier staat het. Oa is een monster van de Harks-familie. Deze lolbroekmonsters staan bekend om hun gekke gedrag en flauwe grappen. Zo'n idee had ik al, ja. Wie zit er in je kast? Je mag één keer raken. Dag, vriendelingen. Ik heb Bombo en jullie. Rennen! Monsters! Nu! Geesten hebben honger! Natuurlijk! Net nu komt de inspecteur! Ik ben er geweest! Jeremy, kunnen we je helpen? Probeer in ieder geval met die chaos uit het zicht te blijven! Oké, alle monsters naar de achterkant van het huis! Wie daar?
Deputy Death, wat ben ik blij weer eens te zien. Kom binnen, doe alsof je thuis bent. Doe geen moeite, Jeremy. Jij bent vast niet blij mij te zien. Kom, monsters, verstoppen in Zik's kast. Ik weet, ik doe het altijd. Zik, ik probeer de monsters bij elkaar te krijgen, maar ze zijn weg. Ik denk dat ze in mijn kamer zijn. Mooi, daar kunnen ze wel even blijven. Ik moet even Elena zoeken en dan kijk ik daarna wel weer bij de monsters. Bu, mag ik even? Ik zit op je arm. Oh, een mooi zo. Ik was hem al kwijt. Ik hoor iets. Bonbon smaakt lekker. Bombo smaakt naar bombo. Geen wonder dat de monsters als gekken rondrennen. Met een stel zwarte fantomen hier in huis. Stoppen jullie. Nu meteen. Zo, wat hebben we hier? Een temmer? Ja, laten we hem opeten. Dan worden wij weer levend. Wat gebeurt er? Zik, gebruik je domkracht. Energiedom. Hey, ik wist niet dat ik dat ook kon. Dat is de nieuwe groene steen in je domhandschoen. Kijk maar wat er gebeurt. Cool! Ik kan dan wel geen monsters zien, maar dat zag ik wel. Over monsters gesproken, heeft iemand Oa gezien? Niet alleen hem niet gezien, niet kennen. Dit wordt lachen. Nou, Jeremy, zo te zien is alles in orde. Dank u, deputy. Altijd fijn om dat te horen. Zeker van zo'n be... Jeremy, ik neem terug wat ik net heb gezegd. Heren, ik stel voor dat we elders heen gaan. Wat is het? Het is een allesetend monster. Oh, die zijn erg. We hebben ze al eerder ontmoet. Oké, ik heb een idee. Hey, monsters! Volg mij! Ik hoop dat iedereen er is. Dat zullen ze wel zijn. Wat denk je? Waarom vraag je dat aan hem? Hij heeft dit allemaal veroorzaakt, hoor. Ah.
krijg de hik. Jij bent die maximum mentor, Carnaby Croft. Inderdaad, heer Temmer. Ik moet u zeggen, ik deed mijn best om chaos te creëren, maar petje af voor de discipline van de huisgasten en hun mentor. We gingen misschien wat ver met die alleseter, maar het eindresultaat was meer dan bevredigend. Jeremy, jij en de oase hebben de inspectie met glans doorstaan. Dank u. Jonge Temmer, waar is dat meisje? Zij hier iemand krijgt de hik, hè? Huh? Ja, sorry hoor, maar je bent een beetje besmettelijk. Felicitaties voor de manier waarop je die fantomen en het monster versloeg. En je vriendinnetje was heel onzelfzuchtig door monsters te redden die ze niet eens kon zien. De Maximum Mentors feliciteren je met wat je hebt gedaan vandaag. Dank u wel. Wacht eens even. Jullie feliciteren elkaar? Terwijl dat prachtige plan van jullie ons huis heeft verwoest. Ja, dat was een onwenselijk neveneffect, maar we hebben een oplossing. Fabian! Fabian Bomboplay! We hebben Fabian de macht gegeven alles te repareren. Ja, we moeten nodig dit huis weer in elkaar zetten. Ik denk dat ik liever gewoon straf had gehad. Bombo ook! Huis bouwen moeilijk! Oh!